Doe het even aan de kant zo. Weer een punt. We beginnen bij je poot dan. Hey. Ja? Ik had nog even het filmpje teruggezien van vorige keer, maar toen gaf hij ook al een poot zo vast te houden. Ja, dat is altijd een poot te gooien. Ja. Ja, ook omdat hij het nu zo nadrukkelijk doet. Ja, inderdaad. Hier. Dat gaf je net ook al aan, hè? Ik ga het omhoog. Goed sterk, jongen. Je moet echt inhouden dat ik niet mee ga aaien. Ik hou het even. Dat is goed, jongen. Dat is braaf. Wat wil je nou met die poot allemaal zeggen dan? Moet ik wel doorgaan of niet doorgaan? Wat is het? Hey. Je moet gewoon hier op je buik blijven, hè? Ja. Niet naar de zijkant. Start het. Zo. Ja, ze luisteren heel goed naar wat jij zegt. Met je lijfje. Ja. Je moet ook bellen, anders gaat het gewoon niet. Ja. Maar het is af en toe ook wel lastig hoor, want dan ben je echt aan het zoeken van ja, wat wil je, wat kan ik dan wel doen, zeg maar. Ja. Het is allemaal iets gebaren. Dat vind ik ook wel hoor. Hier dan. Dan heb je gewoon een buikpassage van. Borst en buikpassage. Goed, aan de andere kant, hij was natuurlijk hiervoor en bij zijn buik wel wat strakker. Dus aan de andere kant geeft hij dus wel zijn strakkere plekken aan. Dus dat is dan wel weer een overeenkomst, zeg maar. Ja.
Ja, kan ook gebeuren. Dat is goed. Wel grappig dat hij zo reageert. Juist bij zijn schouder. Zoals ik dan bij zijn poot bij zijn buik blijf, dat hij dan zo rustig wordt. Ja. Dat wil hij dan eigenlijk helemaal niet, zeg maar. Ik probeer eigenlijk even de elleboog met de schouder wat meer te verbinden met de gewrichten. Maar dat wilde hij dus ook eigenlijk niet. Dus ik dacht, nou, dat is dan ook alweer. Ja. Is dat, hè, dat je dat niet helemaal snapt? Ja, precies. Dat ik juist dan denk van, nou, misschien vind ik dat je juist wel lekker, maar op dit moment toch niet. Oh, dan gaan we voor de beste kindjes. Dan moet ik ook weer terug, zeg maar. Hey. Ja. Ja. Wat wil je nou wel vallen? Met hiervoor dan? Hiervoor? Krachtig, zeg maar. Nee? Hey.
Ik denk, dan ga ik wel meer naar die borst, maar dat gaat hem ook weer niet. Meer naar je achterkant dan. Vind je dat? Ja? Is dat oké? Okay? Ik moet je met proberen wat ik meer. Zink die staart een beetje. Ja. Ja. Bravo. Ja. Ben je hartstikke braaf. Nou. En dat kan ik niet meer. Ik heb een zoekwerkje vandaag, zeg maar. Oh, maar dit is wel lekker. Even strekken. Goed. Ja. Ik heb een twee van je verpoten. Ja. Aankijken, net als net. Ja, daar moet ik ook even over nadenken. Wat een kriebels. Ik heb een dingetje bij je oog. Zo. Ja. Zeker als hij gaat likken, volgens mij. Nou, ik zit echt te denken, want misschien dat hij nog wel een hersenwerkje nodig heeft, maar ik kan het ook niet zo helemaal goed plaatsen, omdat hij ook ja, zelf wel blijft liggen, zelf wel af en toe de ontspanningen heeft. En dan, hij zit er echt een beetje op het randje. Hij is echt even aan het zoeken, inderdaad. Hey. Ja. Zou het helpen om deze kant te doen, dan? Hey. Gaat er wel steeds op liggen, maar... Hey. Denk je ervan? En toch weer die poten. Ja. Maar als je ook niet wil bij de schouder, dan weet ik het ook niet zo goed, jongen. Hey. Wat zijn vier dan? Deze poot doen, dan is dat het. Ja. En dan stak je hem wel, dan wil je net weer niet zo. Toen ik eruit zat dan, hè. En dat is wel lastig, want als het dan uitstrekt, denk je, nou, hè, dan, net als bij zijn achterpoot, dan kun je er net wat beter bij. Maar toch geeft hij hem dan ook weer terug van, nee, dan toch net niet. Dus dan zit je ook een beetje te zoeken van, ja, dan geeft hij het ergens wel aan.
En je kan er ook niet echt mee verder. Mm-hmm. Ja? Nee. Zo, ik nou. Dat zal hem toch wel zijn dan. Dat zal hem toch wel zijn dan. Maar de gewrichten te verbinden door een bepaalde techniek voor de gewrichten. Ja, zeg je dat? Het is een 8 om dit dan naar de lemniscaat. Ja. En net wilde ik dat van de elleboog naar de schouder doen, dat wilde hij niet, maar nu van zijn elleboog naar de pols. Dat en mooi. Alleen bij zijn elleboog wel. Dat is wel leuk toen, dus deels, ja. Ja, dat vind ik dan wel weer apart, zeg maar toch bij zijn schouder heeft het toch zoiets van: nee, dat wil ik op dit moment niet. Zo volgende ging dat volgens mij wel, toch? Ja. Ja, dat lijkt me ook zo'n essentiële plek. Ja, maar het kan ook zijn dat hij dan toch iets heeft van, dat is toch te veel, ik heb liever toch een andere plek, zeg maar. Want ja, hij geeft het wel aan, alleen ben ik nog steeds een beetje aan het zoeken wat hij nou wil met deze ene poot. Want ik kan hem blijven wrijven, zeg maar, met verschillende technieken. Maar als ik weer iets te veel doe dan, of iets te veel druk geef, dan heeft hij ook gelijk zoiets van, nee, toch niet. Dus het is een beetje lastig. Zullen we dat ook bij je achterpoot doen dan? Want dat ging dan weer weg. Toch niet? Toch wel? Wat zal het worden? Wat gaat het worden dan? Misschien een andere kant wil liggen, maar dat wil je dan ook niet, zeg maar. Ik wil op je rug liggen. Ja. Probeer het. Grappig. Want je rug wil je ook niet, dan draai je ook weer. Oké, ik heb een beetje een Nou, kan ook zijn dat hij juist contact met je zoekt, hoor. Dat hij je aandacht nodig heeft om gewoon even steun zoeken. Nee. Hallo. Ja, knuffeltje. Ja, oh ja, ja, dat is ook mooi in. Hey. Ja, die is toch veel mooier. En veel groter. Ja. Ja, dan raak ik hem straks kwijt. Dus kan ik niet ga daar meer een beetje aan doen. Ik vind het op zich wel warm genoeg hoor, maar ja? Ik weet niet of je het zelf warm genoeg hebt. Het is een beetje achter jij, je bent nog een beetje aan het bewegen. Ja, dat is ook waar. Dus je kiest in ieder geval even voor de pauze, maar... Ja. Ik ben benieuwd of hij zo nog meer wil. Ja. Ik vind dat hij al vergelijking tot vorige keer. Ja, vorige keer waren het natuurlijk ook wel kleinere dingetjes die we tussendoor hebben gedaan. Ja.
En van wat ik me herinner, alleen vooral de voorhand. Maar goed, toen was het ook een beetje zoeken. Goed, toen vond ik het natuurlijk ook spannend met die eerste keer. Ja, maar nu hebben we best wel een lange aandachtspannen zo. Dat wel, ja, dat wel. Ja. Maar je bent nog een beetje aan het zoeken wat hij nou... Wat hij aangeeft. Want hè, wat ik zeg, van, hij wil dan zijn voorpoot. Oké, dus dan heb ik eigenlijk bij zijn voorpoot gedaan waarvan ik nu dan zo verder kan. Maar dan ben ik eigenlijk naar boven gaan naar zijn schouder, want dat zit er natuurlijk aan. Ik denk, nou ja, hij geeft die poot. Misschien wil hij hem dat wat meer strekken, omdat het bij de biceps wat strakker zit. Misschien wil hij dat wat losser hebben. Dat heb ik inderdaad wel kunnen doen. Maar toch, als je dan net wat meer naar boven gaat, binnenkant of buitenkant, dan heeft hij toch zoiets van, nou nee, dan trekt hij hem echt gewoon terug. Oh. Dus ja. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Maar goed, ook bij zijn achterpoot, dat deed hij heel eventjes. En daarna was het ook omdraaien en wegrollen. Dus dan heb ik ook zoiets van, ja, dan wil je dat dus blijkbaar ook niet. Terwijl ik in het begin wel even wat meer ging strekken, omdat hij zat van, nou, het is eigenlijk wel oké. Maar toch doet het al best wel veel voor hem, als ik het zo zie. Dan gaat ik echt in zijn mand liggen. Ja. Denk, is hij nou ook gewoon echt wel klaar? Of wat? Ja, dat heeft hij dan wel door. Ja. Hij is lief. Hé! Hey. Kom je toch nog even? Fijn. Ja. Ik denk je gaat lekker in je mand liggen. Kom je toch lekker bij ons. Hello. Goed zo. Ja. Oh, je knuffel. Ja. Ja, wel. Hoi, wat is die mooi, wat is die mooi. Is mijn poes. Is mijn poes. Is mijn poes, joh. Ja, is mijn poes. Hey. Ja, hij lieverd. Maar deze sloopt hij dan verder niet. Omdat je eerder volgens mij wel zei dat hij geen speeltjes had, omdat hij het echt... Ook ging slopen? Nee, het had wel flossen en zo. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Iets hard. Hij heeft in het begin wel eens boeken gesloopt en houtjes. Oh, zo. En zo. Maar niet die knuffels gaat eigenlijk goed. Maar ik deed het echt tot voor kort niet, omdat de kinderen gewoon heel veel dingen hadden rond. Ook sloffen. Ja, die pakte nu ook altijd. Die, weet je, dat zijn ook dan ijsberen of weet ik wat. Ja, is dat maar zo. Die gooi je weer lekker in de was. Hè. Die gooi je weer lekker in de was. Dan gaat het ook goed met de ijsberen. Ja, precies. Ja. Hey. En wie is de grootste ijsbeer? Ja, meneer Pelle. Ja. Hey. Ja.